Hallo iedereen, Jorino hier. We zijn weer terug bij... It's 5 o'clock somewhere, with Sir Eddie. Vorige keer hadden wij Sir Eddie ook hier bij ons. En toen heb ik mogen genieten eigenlijk. Het is eigenlijk genieten van die heerlijke Kadushi... Daiquiri. Daiquiri. Ja. En vandaag hebben we weer feest, want we gaan... Eigenlijk een soort van serie beginnen. Dat lijkt me... Ja, het lijkt me een heel goed idee. Ja, ja. Kijk, bij deze, afgesproken. Ja. ik ben aardig benieuwd naar je invloed. Want ja, je hebt al veel gedaan met het cocktail maken. Mm-hmm. Je hebt een naam gemaakt. Kan je ons iets erover vertellen? Want dat is ook iets wat belangrijk is. Nou, mijn naam, ja, Sir Eddie, ja, om te beginnen, Sir Eddie, yeah. Dat begon lang tijd geleden. Ik denk dat ik nog op middelbare school zat of zo, okay. Misschien, ik weet niet. En je weet toch, je speelt die board games van... strategisch spellen of zo. En het was van die night games of zo. En en iemand zei van, ja, I'm Eddie. Nee, you're a knight. Oh, you're Sir Eddie. Ja. En zo begon het eigenlijk. Ja. Dus tot de dag van vandaag, ja, Sir Eddie. En het werkt wel goed, denk ik. Natuurlijk, dat klinkt veel beter dan Jorino, dus. Ja, dat is dat zo. Nou, en ik ben heel erg benieuwd naar je inspiratie. Is het zo dat je bijvoorbeeld ergens zit en dat je ineens een idee hebt van ja, dit ga ik doen. En dat je bijvoorbeeld even een papier of een notebook pak en even een notitie van maken? Niet altijd. Soms af en toe wel. Maar kijk, net als met jouw boeken van Antilliaans eten. Die idee kwam bij mij van, Antilliaans eten, Antilliaanse smaken, Antilliaanse cocktails. Yes. Met eilandgerechten, net als de kalbas van Curaçao, of Kadushi die overal groeit op Bonaire. Dus ja, zo eigenlijk, het komt gewoon. En dan ga je gewoon, ga je even nadenken van wat past daarbij. Mm-hmm. En dan ga je het gewoon even checken of die wel past of niet. Gewoon misschien 1, 2, 3 keer en dan heb je het. En zo komen de meeste cocktails in het leven. Ja, oké. Okay. Ja. En het is niet zo dat er een hele proces voorin gaat van ik ga vandaag met dit en dat werken en... heb je een vaste schema waarmee je werkt? Dat je... Nee, niet echt. Nee. Het is een beetje een gevoel bij... Ja, heel veel, meest van de tijd is het wel het smaak dat je al weet. Of heel veel mensen zeggen van... sowieso als bartenders, en kijk, wij komen uit de Antillen. Mm. Mensen zeggen altijd, Diana die hopjes maakt. Ja. Dat is waar. Ja, toch? Dus het komt gewoon maar. Bijna hetzelfde als eten, denk ik, wat jij doet. Van, ik denk dat dat heel goed gaat passen bij die kip of bij die stoba of noem maar op. Dus en een beetje spelen. Ja, juist. Ja. Heb je het ook dat je hebt eigenlijk iets gemaakt, iets wat nieuws is. Mm-hmm. En dan wil je eigenlijk terug... even te bedenken welke ingrediënten je hebt gebruikt en dat je niet precies weet de verhouding of wat je wel in hebt gedaan en wat niet? Dat sowieso. Af en toe ga je een cocktail proberen te maken en je begint. En je weet al wat je eigenlijk wil doen, maar je weet eigenlijk nog steeds niet hoeveel van die liqueur dat je wil zetten. Of hoeveel druppels van bitters of ook van andere spirits. En zo ga je, daarom zei ik net, je maakt het 2, 3 keer of zo voordat je echt weet, oh, dat is het. Dat was het, ja. En wat heb je voor ons vandaag in de planning? Wat hebben we eigenlijk hier? Want, ja,
een slok genomen en toen ze grapje. Ik dacht dat het water was, maar... Goeie grap, hè? Ja, hè? We hebben een gin. Ja. Het heet Sir Edmund Gin. Sir Eddie. Hey, het gaat goed samen, hè? Ja, ja. Nee, het is een vanille spice gin. Het is een hele aparte smaak, aparte gin. Heel, hoe zou je het zeggen? Heel rebellious. Het stands out. Ja, ik heb de rebellion ook ervaren. Dus ja, het is echt een vanilla based gin. En ja, het is, ik vind het echt geweldig om cocktails mee te maken, doordat die vanille spice heeft. Ja, en natuurlijk iedereen, ik ken niemand die niet van vanille houdt. Ja, en die gaan we straks ook gebruiken voor? Ja, die gaan we gebruiken voor die, voor de kalbas fizz. Ja. Heb jij ook herinnering aan vroeger met kalbas? Zeker. Ik herinner me nog toen ik op Bonaire woonde. Ze verkochten juice, die kalbas. Ja, okay. Van Lover's Ice Cream, toen die tijd. Lovers? Ja, van die tijd. Okay. Ik weet niet of Lover's nog bestaat, maar ik herinner me wel dat de Lover's Ice Cream die jus verkocht. En dat was wel lekker. Kijk, ja. Kijk. Ik herinner me de siroop van vroeger. En ik weet ook nog dat ze vroeger ook trom maken. Ja, yeah, ja. Yeah. Maar vooral die siroop, daarvan herinner ik me ook... best wel goed als je nu even zal proeven. Ja. En ze zeggen ook dat het heel goed voor jou is, hè? Kalbas. Ja? Ja. En gezond. Ja. Cocktails, altijd goed voor je. Ja, 5 o'clock. Cocktails zijn gezond, bij deze. Responsibly. Dat wil ik wel zeggen. Oké, dus wat we gaan doen is op basis van de gin fizz. Het is een hele iconische cocktail. Dus wat we gaan doen is... even opmixen, gaan we een kalbasfizz van maken. Dus wat we doen is 25 milliliter verse limoensap. 25. Tussen 15, 20 simple syrup. Ik hou die van mij wel ietsje zoeter, dus doe ik ook 25 erbij. Maar ik kan ook op basis van jouw eigen smaak. Dus, dan gaan we voor Sir Edmund Gin. Het is vanille based, ietsje spiced. Als de base spirit dan gebruiken we 50 ml. En daarna gaan we voor de kalbaslikeur uit Curaçao. Zijn gemaakt op Bonaire. Hey, sisterly love, right? 25 ml. Mooie kleur ook. Zeker als lady lovers of zo. Houden van kleuren, hè? Right? Dus wat we ook gaan doen is eiwit gebruiken. Je kan ook pasteurized gebruiken, maar ik hou van verse ei, want het maakt het echt dikker. En je gebruikt eiwit alleen maar voor de textuur van je drank. Dus dan voel je het is echt een beetje creamy. Dus dan gebruiken we de eiwit. En wat je gaat doen is shaken, zonder ijs eerst, zodat je die creaminess kan maken. Ja. Dus dat noemen we een dry shake. Right? Even goed schudden, zeker zo'n 10, 15 seconden. Het lijkt net een soort milkshake of zo. Ja. En dan ijs erbij zetten. Ja.
En dan nog een keer shaken. En met de fizz, ik zou zeggen, een beetje ijs, van de ijs in je glas zetten. Ja. Ik kan wel zien dat deze ijs een beetje gesmolten is, maar it's alright, maakt niet uit. Hij doet zijn werk. Ja, hij doet wel zijn werk. Dan, kijk nou die mooie kleur. En fizz. En wat we doen is niet helemaal tot de top, maar ook een beetje tonic. Tonic. Een beetje tonic erbij zetten. En daar heb je wel de fizz. Gewoon een mooie presentatie, zoals het is gewoon sexy. Alsjeblieft. Een calabas vis. Ik ben ook bijna iets vergeten. Waar kunnen we jou terugvinden? Of vinden op social media? Ik ben sowieso heel actief op Instagram. Het verspreiden van mijn cocktails en mijn foto's. Maar het is niet alleen maar van mijn cocktails. Het is een vriend van mij die ik ken uit Amsterdam. Hij zei tegen mij van, joh, alles wat jij doet is eigenlijk bartender life. Want ik zet het ook al de hele tijd hashtag bartender life. Dus ze zie je altijd van wat ik aan het doen ben. Niet alleen met mijn cocktails, maar ook qua drank. Met mijn vrouw of mijn kinderen. Ja. mijn kleine meisje. Je kan me sowieso op Instagram vinden. Dat is Sir Eddie 1. Ik doe ook live video's af en toe, tijdens mijn werk ook. Dus, dat is ook leuk om... Zeker. Dus als iemand iets wil weten van een van die foto's die ik post, of hoe je dat wil maken, of alle soort vragen, kun je me altijd een DM sturen. Ik reageer meteen, meestal van de tijden wel. Oké. Vond je deze video leuk? Laat een duimpje achter en vergeet niet te abonneren.